De 6 terreurverdachten die vorig jaar zijn opgepakt, moesten afgelopen week voor het eerst voor de rechter verschijnen. Ze worden ervan verdacht ver gevorderd te zijn geweest in een terroristische aanslag. Hun plan was vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikovs een aanslag te plegen op een groot evenement. Onder de verdachten zitten 3 Arnhemmers. Terroristen zouden sterven voor hun idealen. Wij vragen vandaag aan de Arnhemmer of zij bereid zijn voor iets of iemand te sterven. Te willen sterven? Ja, of u bereid zou zijn. Een gezond mens wil niet sterven. Dat is op de eerste plaats. Dus voor niemand en ook niet voor jezelf. Op de tweede plaats is het zo, als het mij persoonlijk gevraagd wordt, zou ik voor niemand willen sterven. Want een grotere fout kun je bijna niet maken. Ik heb alleen in het leven met mijzelf te maken. En ieder mens heeft met zichzelf te maken. Dus wat een ander doet, als ik voor een ander zou sterven, pleeg ik in feite zelfmoord. Wij vragen nu de mensen, ben jij bereid voor iets of iemand te sterven? Goeie vraag. Ben ik bereid om voor iets of iemand te sterven? Vind ik een moeilijke vraag. In die zin van, het hangt denk ik heel graag van de situatie. Ja. Weet je wel, van wat voor situatie kom je terecht? Ja. En heb je de mogelijkheid? Kijk, ik denk wel, stel je hebt een hele groep mensen en je kan ervoor springen op een bepaalde manier. Dat het voorkomen wordt dat een hele groep mensen dood zou gaan. Dan zou ik wel hopen dat ik dat ga doen. Laat ik het zo zeggen. Kijk, ik weet niet hoe ik dan ga handelen. Om de hele groep te redden? Ja, uiteraard. Ja, ja. Dat zou ik wel. Dat vind ik in ieder geval een mooie gedachte. Ik weet niet hoe het. Ik ben nog nooit in zo'n situatie heb ik gezeten. Dus nee. Ik heb geen idee. Maar ik hoop het wel. Terreurverdachten zijn deze week berecht. Een aantal daarvan was bereid te sterven voor het geloof. Hè, zoals we dat dan noemen. En nu vragen wij de mensen. Bent u bereid voor iets of voor iemand te sterven? Wat een vraag zeg. Ja hè, voor op de vrijdagmiddag. Met een kind erbij. Dat antwoord ligt voor de hand natuurlijk. U noemt het niet, maar ik begrijp hem wel. Ja. Is u bereid voor iets of voor iemand te sterven? Heeft u er wel eens over nagedacht? Nee, dat ben ik niet. Zo ver ga ik niet. Ik wil wel mijn nek uitsteken, ik wil heel ver gaan, maar ik ga er niet voor sterven. Nee. U houdt van het leven? Ik hou van het leven, ja. Ik hoop nog een tijdje mee te gaan. Ja. En u zegt uw nek uitsteken? Ja. Waar denkt u dan aan? Nou ja, de straat op, met z'n allen in een demonstratie of wat dan ook. Ja. Oh, mooi. Dus je zegt, als er iets aan de hand is, dan wil ik wel... Ja, dan wil ik daar wel voor staan, ja. Bent u bereid in uw leven voor iets of voor iemand te sterven? Ik ben niet altijd in Nederland. Nee, maar... Ik ben in een paar weken, daarna ben ik weer in Italië. En heeft u daar een vrouw en kinderen? Ik heb kinderen daar en kinderen hier. En een vrouw gaat altijd samen naar een Nederlandse vrouw, trouwens. Nederlandse vrouw? Ja, maar praat goed Italiaans. En bent u bereid voor uw vrouw te sterven uit liefde? Ja, maar hoeft niet te sterven. Wij zijn nog jonger. U bent jong en gelukkig. Ja.